Op een avond op zolder vond ik een mooie pop. Ze had twee oren en twee ogen op een roze kop. Saartje, hoi Saartje, jij bent een lieve meid. Heel lief! Saartje, hoi Saartje, ik wil jou nooit meer kwijt. In mijn hoofd kom jij tot leven, wij zijn vrienden, dat is zo. Wij beleven avonturen in de studio. Van top tot teen, zo schrijf ik één. Meneer Frans, kom eens, ik heb een briefje voor jou. Oh, Saartje heeft voor mij een appeltje verstopt. Maar waar? Ze gaf mij dit briefje mee. 1. Bad eend. Wat bedoelt ze daar nou mee? Oh, ik snap het. De appel ligt bij 1 bad eend. Wie heeft die in mijn huis gelegd? Die heb ik daar neergelegd. Succes met zoeken! Maar dat is niet eerlijk, Saartje. Op het briefje staat 1 bad eend. En hier liggen er veel meer. Kijk nog eens heel goed naar mijn tekening, meneer Frans. Ah, ik zie het al. Een ooglapje. Jij bedoelt 1 piratenbad eend. Makkie, die heb ik binnen 1, 2, 3 tellen gevonden. Daar zou ik maar niet zo zeker van zijn. Hop, dit schiet niet op. Even plassen. Nee hè, zelfs bij de wc liggen badeendjes. Die gaat het straks allemaal opruimen. Hé, hey, de piratenbadeend. Hip, hap, hop, appeltje, ik eet jou helemaal op. Dit is een leuk, nee, lekker spelletje. Een boogje, schuin naar beneden, eventjes opzij en dan heb ik de 2. Hoe teken ik ook alweer 2 mensen? Leuk! Een nieuw briefje. Ik snap hier helemaal niks van. 2 mensen. Ja, het staat hier vol van de mensen. Welke mensen zal Saartje hiermee bedoelen? Oh, mooie tekening met die rode ballonnen. Dit zijn geen rode ballonnen, dit zijn paarse ballonnen. Oh, oepsie, kan gebeuren, moeilijk harde kleuren. Hey, wacht eens even, Timme. Ik moet op zoek naar mensen met paarse ballonnen. Dankjewel. Waar zijn ze? Oké, doei, succes. Alle duiven op de dam. Shalalali, shalalala. Shalalalalala. Thank you.
Ik zie van alles. Mensen met een groene trui, mensen met een blauwe pet, maar nergens mensen met paarse ballonnen. Daar! Hip, hap, hop. Appeltje, ik eet jou helemaal op. Hey. Een kleine boog. Daarna een grote boog. De drie heeft zijn voeten altijd omhoog. Ta 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 ta. Woehoe, zo'n leuk spel. Ja. Even een tekening maken. Oh, het kantoor van meneer Frans. De perfecte plek voor mijn idee. Hey, weer een nieuw briefje. Dat betekent weer een nieuw appeltje voor meneer Frans. Drie bladeren. Welke drie bladeren? Maar wacht even. Misschien is er wel meer op de tekening te zien, want bij het bad eentje zag ik een ooglapje en bij de mensen zag ik twee ballonnen. En hier zie ik een hondenpoot. Dan weet ik al waar de drie bladeren liggen. Bij Tibbe. Hip, hap, hop. Schuin naar beneden, een rechte lijn opzij. Dan nog een lijn van boven naar beneden. En de vier is helemaal blij. Oh, wat een leuk rijmpje weer. Hoppa. Even kijken. Het cijfer 4. En 1, 2, 3, 4 beren. Pff, moet ik helemaal naar de dierentuin? Of ik moet beter kijken naar de tekening. Het zijn wel beren. Dan zijn het misschien wel knuffelberen. En ik weet precies waar vier knuffelberen liggen. Oeh, ze liggen natuurlijk op zolder. Eén, twee, drie, vier beren. Met een appeltje. Hip, hap, hop. Appeltje, ik eet jou helemaal op. Een lijn naar beneden met een mooie boog voor wat pret. Geven we als laatste de vijf een hele coole pet. Ha, ik heb zelf ook een pet. Kijk maar. Nou. Simsala vrienden, zien jullie misschien het nieuwe briefje? Ja? Oh ja, dank jullie wel. Het nieuwe briefje, even kijken. Het cijfer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Suikerklontjes. Dan weet ik al waar de appel ligt. Eindelijk eens een makkelijke tekening. In het sap van een appel zit best wat suiker. Dat is niet zo erg hoor. Maar als je van verschillende appels het sap bij elkaar doet, ja, dan heb je appelsap en dan heb je wel veel suiker bij elkaar. Dat is niet zo gezond. Let op. Hier heb je zo'n pakje appelsap. Ik weet hè, dat daar maar liefst 5 suikerklontjes in zitten en soms wel meer. 5 suikerklontjes. Mm-hmm. Dus ik denk dat hier een appel moet liggen. Ja. Hip. Hap. Hop. Appeltje, ik eet jou helemaal op. Dus een appel eten is veel gezonder
dan een pakje appelsap opdrinken. Van top tot teen, zo schrijf ik 1. Saartje! Saartje! Saartje, kom eens! Saartje! Saartje! Oh, Tibbe, wat is er? Ik heb het echt hartstikke... D-r-ek. D-r-ek. Oh, je bedoelt druk. Druk. Dat zeg ik toch. Ah, waarom moet ik nou zo nodig hier naartoe komen? Ik zie nergens een nieuw briefje. En ik heb echt nog zin in een appeltje. Straks is Saartje gestopt met het spel. En was dit de laatste appel? Dat mag niet, ik heb nog maar 5 appels op. Saartje! Ah, Tibbe, heb jij Saartje gezien? Ze is niet in de studio. Nou, Ik heb de verfkwast gevonden. Hij lag bij de wasmachine. Verfkwast? Ja, ik heb allemaal verfkwasten verstopt. Oh, als Saartje mijn briefjes goed leest... dan weet ze op welke plekken mijn verfkwasten liggen. En die mag ze allemaal hebben. Saartje, hier ligt weer een nieuw briefje met het cijfer 2. En mijn appeltjes dan? Oeh, leuk, leuk, leuk. Oh, meneer Frans, nog bedankt, hè? Bedankt waarvoor? Toen ik jou in de stad zag lopen... kreeg ik het geweldige idee om een spel te maken met briefjes en cijfers tussen Tanksy Wanksy. Simsalalopsy de Popsy. Hé, hey, dat is waar ook. Op mijn bureau ligt nog een appeltje. Hip, hap, hop. Appeltje, ik eet jou helemaal op. Heb ik toch nog 1 appeltje? En dat zonder te hoeven zoeken? GELACH